Koel kaas, belegen kaas, kamele kaas en jonge kaas, Franse kaas en schimmelkaas, smeerkaas en buffelkaas. Maak een rondje, snap je dat ik mij verbaas? Wil je zelf kaas gaan maken, dan is melk de eerste stap. Maar melk is nog geen kaas, en daarvoor is de melk te slap. Je kunt verschillende melk gebruiken, van een schaap, een geit, een koe. En die melk die maak je warm en je voegt twee dingen toe. Hey, warme melk, twee dingen, hè? Komt ie. Als eerste is dat zuursel, dat heeft invloed op de smaak. De kaas blijft langer houdbaar, een belangrijke taak. Het tweede, dat is stremsel, dat komt uit de buik van een koe. De melk die wordt dan pudding, daarom voegen we dat toe. Want er is gatenkaas en schapenkaas, oude kaas en graskaas, koekkaas, belegen kaas, gemene kaas en jonge kaas, Franse kaas, schimmelkaas, smeerkaas en buffelkaas. Rondje, snap je dat ik mij verbaas? Oké, die kaas is dus pudding, hè? Die melk is pudding.